Het kanaal Gent-Terneuzen is de levensader van de haven van Gent. Dankzij het kanaal heeft Gent toegang tot de zee. Het kanaal heeft al een heel lange geschiedenis achter de rug en die hangt samen met de ontwikkeling van de Gentse haven. In deze aflevering van Haven TV gaan we op ontdekkingstocht naar het kanaal vroeger en nu. En wie kan ons daar beter bij helpen dan een geschiedkundige in het Stam in Gent? Dag Maria. Vertel mij eens, hoe is het kanaal ontstaan? Het kanaal Gent-Terneuzen is eigenlijk een direct gevolg van de vroege industrialisatie van Gent. Die is al begonnen in de prille 19e eeuw. En door de snelle groei van de katoenindustrie was een goede verbinding met de Noordzee. En vooraleer we van in Gent in de Noordzee geraken, moeten we naar de Westerschelde. Die verbinding was noodzakelijker dan ooit. In de 16e eeuw is er al een verbinding aangelegd tussen Gent en havens zoals Vlissingen en Middelkerken. Maar dat was een veel minder efficiënte verbinding. Dat was eigenlijk de Sassevaart. In 1823 heeft Willem I beslist om 1. Die vroegere Sassevaart opnieuw te laten uitgraven en meer dan dat, om daar echt een rechte weg, een kanaal naar de zee van te maken. Heeft het kanaal de ligging van de haven bepaald of veranderd? Zeer zeker. Nadat het kanaal geopend was, is heel snel de omgeving van de Dampoort uitgegroeid tot de moderne haven van Gent. Vooral vanaf de jaren 1880 is er een duidelijke versnelling gekomen met de aanleg van het Grootdok en de zijdokken. In de vroege jaren 1960 is dan ook de bouw begonnen van het toenmalige Sidmar. En die ontwikkeling gaat nog altijd door met als meest recente gebeurtenis de opening van het Kluizendok in 2010. De uitbouw van het kanaal zorgde ervoor dat de haven ondertussen 1/3 van het grondgebied van Gent beslaat. We varen mee op de Roeland, waar Els Bonte van het havenbedrijf Gent ons meer vertelt over de huidige staat van het kanaal. Els, waar begint het kanaal eigenlijk? We staan hier eigenlijk aan het einde van het Grootdok, dat ligt hier achter ons. En het kanaal ligt hier eigenlijk voor ons en gaat dan zo verder richting Nederland. En het is in totaal 32 kilometer lang, waarvan 17 kilometer op Nederlands grondgebied en 15 kilometer op Vlaams grondgebied. Welke diepte mogen schepen eigenlijk hebben hier op het kanaal? Het water van het kanaal en de dokken is 13,5 meter diep. Dat betekent dat schepen van 12,5 meter diepte binnen kunnen in de haven van Gent. Schepen van Venezuela, Brazilië, Verenigde Staten, Rusland, Zweden. Het Sifferdok is het grootste dok. Het Sifferdok is het grootste dok in aantal kilometer kaimuren en in lengte van het dok. Maar niet in wateroppervlakte. Daar is het Kluizendok eigenlijk groter, omdat we daar ook kaimuren hebben evenwijdig met het kanaal. We zijn hier bij het Mercatordok. Inderdaad, het Mercatordok hier op uw rechterzijde. En dat is uitgerust voor ro-ro-schepen die varen richting Scandinavië. De waterdiepte moet normaal gezien 13,5 meter zijn. Maar soms is het meer, soms is het minder. En als het minder is, dan moeten we maatregelen treffen. Dan moeten we ofwel gaan baggeren, ofwel gaan ploegen. Waar zijn jullie momenteel aan het werk dan? We hebben zeer recent een project afgewerkt aan de Moervaart, waar we bodembescherming aangebracht hebben. Dat was over de lengte van bijna een kilometer en een breedte van een vijftiental meter. Zijn er deels breuksteenbestorting en deels asfaltmatten aangebracht, omdat we daar geconfronteerd werden op heel veel plaatsen met uitspoelingen en overdieptes. Het kanaal Gent-Terneuzen is dus van niet te onderschatten belang voor de haven van Gent en omgeving. Het kanaal evolueerde doorheen de jaren en infrastructuurwerken blijven nodig om de toekomst van de haven te garanderen. Mijn naam is Jean-Pierre Billet. Ik zit al 40 jaar in de baggerwereld.
Mijn sport was roeien. En als ik afstudeerde, ben ik dan bij de voorzitter van de roeiclub, een aannemer van Baggerwerken, terechtgekomen. Mors van laden en lossen in de havens is continu. En dat wordt dan verwijderd met de kraan en afgevoerd. Ik zorg meer voor de maatvoering, berekeningen, peilingen voor en na. Dus gewoon vrij vroeg vertrekken. Liefst vanaf voordat de mensen ter plaatse zijn. Ook aanwezig zijn. Eventueel, als er een probleem zich voordoet, dat proberen direct oplossen. Ja, ik kan mij moeilijk een kantoorjob inbeelden. Ik heb het trouwens wel geprobeerd, maar dat gaat niet. Buiten is dat hoort erbij bij onze stil. Ik zou het water moeilijk kunnen missen. Op 18 oktober vond Zuiddag plaats. Op die dag gaan leerlingen van het middelbaar niet naar school, maar wel werken. Twee meisjes werden voor één dag matroos in de Gentse haven. De opbrengst gaat naar een jongerenproject rond kwaliteitsonderwijs in de sloppenwijken van Caracas in Venezuela. Dit land staat toevallig ook op de achtste plaats van de belangrijkste handelspartners van de Gentse haven in 2011.